Gemeente, de kerkenraad heet u en jullie hier aanwezig of met ons verbonden via internet of kerktelefoon. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Rozenboom uit Kesteren voorgaat. De schriftlezing is uit Lucas 1 en Lucas 24. Verkiezingen. De kerkenraad heeft in haar vergadering van 8 december in de vacature ouderling Boer verkozen tot ouderling de heer H. van de Zwan, Hilsumseweg 20. Hij dient uiterlijk zaterdag 19 december zijn beslissing kenbaar te maken. De heren geven hem zijn licht en woord en geest. Zingen in de kerk, het is alleen toegestaan voor volwassenen en kinderen op de voorste bank. Het is niet de bedoeling dat er op andere zitplaatsen wordt meegezongen. Aanmeldingen kerkdienst. Om de kerkdienst van volgende week bij te wonen kunt u zich vanaf maandag online aanmelden. Het aantal kerkgangers blijft beperkt tot 30 personen. Exclusief predikant, organist, koster en dienstdoende aandragers. Zondagsschool. Er is dit jaar geen zondagsschool meer. We starten weer op Deo voor Lente, zondag 3 januari. Contactmiddag. Dinsdagmiddag vindt de jaarlijkse kerstfeestviering plaats. Met name ouderen en alleenstaanden, maar ook andere belangstellenden zijn hartelijk welkom. Aanvang 2:30 in het kerkheem. Dienst der offeranden. De eerste collecte is voor de diaconie met als doel de meeting in Ede. De tweede collecte is voor de kerk met als doel de instandhouding en opbouw van onze gemeente. We gaan nu de voorzang zingen, Psalm 18, vers 8 en 10. Vers 8. Hun zijt gij goed, de goede tieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. En vers 10. Het is God die mij met sterkte wil omgorden. Hij doet mijn weg volkomen effen worden. We wensen elkaar een gezegende dienst toe. Thank you.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 141, het tweede en het negende vers. In het tweede vers gaat het ook over het reukwerk. We staan stil bij Zacharias onder andere, de priester die het reukofferaltaar moet bedienen, het reukwerk moet brengen als offer. En daarom zingen we ook vers 2 en vers 9 van Psalm 141. Wij luisteren nu naar de wet van de Heere en daarna zingen wij uit Psalm 66 en daarvan het zevende vers. Het zevende vers, ik zal het brandaltaar doen roken. Het zevende vers van Psalm 66. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen.
U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dan wordt de wet samengevat met deze woorden: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten we ons verootmoedigen voor God en bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O getrouwe God en barmhartige Vader in onze Heere Jezus Christus, zo zijn wij samen onder het woord van U. Als we hier in de kerk zijn en ook thuis in de stoel of op de bank onze plaats hebben ingenomen, samen verbonden zijn als gemeente, naar uw naam genoemd, als stenen van een geestelijk huis dat u bouwt en waarin u ook wil wonen. En wij komen voor uw aangezicht. En nu hebben wij ons zo even gesteld voor uw heilige wet. We hebben in de spiegel gekeken en we hebben gezien hoe we eruit zien. Niet alleen de buitenkant was te zien, maar ook de binnenkant. Hoe het ook met onze gedachten is geweest. En hoe het met onze woorden erbij stond. En hoe onze daden waren. En ook wat we nagelaten hebben, waartoe we wel geroepen waren. En dan past het ons om ons diep te verootmoedigen voor u.
Want dan hebben we zoveel ontdekt. Wat in strijd was met uw heilige wil. En we moeten dat belijden. Met schaamte. Het is niet zomaar iets. Maar we hebben dat tegenover u gedaan. De heilige God. En dan hebben we eigenlijk geen bestaansrecht meer. Als we daarover nadenken. En dan houden we maar één pleitgrond over. Ook op deze morgen, dat is het offer van uw lieve Zoon, Jezus Christus. In tot verzoening van de zonden. Heere, wilt u op grond van dat offer al onze zonden vergeven, ons wassen en reinigen in het bloed van Hem. En wilt u door uw Heilige Geest ook zo reinigen van binnen en van buiten, dat ons leven er zal zijn tot eer en lof van uw grote naam. En Heere, mogen we dan bidden of u in ons midden wil zijn. In het midden van de gemeente, thuis of hier in de kerk. En of u door uw Heilige Geest het woord krachtig wil doen binnenkomen in onze harten. En dat we het daar mogen bewaren. En eruit mogen leven en ernaar mogen leven. Heere, wilt u uw geest geven in het luisteren, maar ook in het spreken. Wilt u een mond geven om de grote daden van u te verkondigen en het woord te bedienen. En dat het ook werkelijk bediening van de sleutels van het koninkrijk van u zal zijn. Waarin geopend en gesloten wordt. Waar u gebruik van wil maken en ook uw grote werk wil verrichten. Wij bidden u dat voor ons allen tezamen. En niet alleen hier in de kerk, maar ook elders in de wereld en in ons land. Wilt u overal het woord nog doen uitgaan, uw kerk erdoor bewaren, onderhouden en vermeerderen. Om Jezus wil. Amen. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in Lucas 1, vers 5 tot en met 25. En ook een paar versen uit Lucas 24. Lucas 1, vers 5 tot en met 25. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron. En haar naam was Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. En terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van het priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal van de moederschoot af tot met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan
in de geest en in de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk te gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij begrepen het dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hen toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden. En zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. En we lezen ook een paar versen aan het eind van het evangelie van Lucas. Lucas 24. En dan vers 50 tot 53. Over de hemelvaart. En hij leidde hen buiten tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En de tekst voor de prediking is vers 21 tot en met vers 25. Ik lees dat nog één keer. Vers 21 tot 25. En het volk stond buiten te wachten op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hen toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En ze verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Ik noem als thema toch gezegend. En dan zien we in de eerste plaats een biddend en een wachtend volk. In de tweede plaats een zwijgende priester. En in de derde plaats een zingende vrouw. Dus toch gezegend. En dan achtereenvolgens een biddend en wachtend volk. Een zwijgende priester en een zingende vrouw. Maar eerst zingen wij nog samen het lofzang van Zacharias. En daarvan het eerste en het tweede vers. Althans, de voorste rij dan hier in de kerk. En thuis, ik neem aan dat in de huiskamer iedereen het volle borst meezingt. Dat is mogelijk om dat thuis te doen. En hier mogen we met ons hart meezingen, of vooraan toch ook de lofzang van Zacharias meezingen, vers 1 en vers 2.
In een van de christelijke gemeenten in ons land ging een dove elke zondag 2 keer naar de kerk. En de gemeenteleden die begrepen niet waarom hij daar naartoe ging, want hij hoorde er totaal niets van. En omdat hij doof geboren was, kon hij ook niet spreken. Op een gegeven moment hebben ze hem toch duidelijk weten te maken met wat voor vragen zij zaten. En spreken kon hij niet, maar hij maakte een zegenend gebaar. En daarmee maakte hij duidelijk dat hij dan toch nog de zegen van de Heere zou kunnen ontvangen. En eerbiedig, biddend en wachtend ontving hij elke kerkdienst de zegen van de Heere. Dat was genoeg voor hem. Toch gezegend naar huis. Nou, beschamend was dat voor al die andere kerkgangers. Zij beschouwden de zegen nogal eens als het einde van de kerkdienst. En voor het ontvangen van de zegen, dan trok men de jas aan. En als men nog niet klaar was, dan ging men door met de knopen dicht te doen. Van een eerbiedig, biddend en wachtend de zegen ontvangen was eigenlijk geen sprake bij een groot deel. En toen ze de eerbied opmerkten van deze dove man, hebben ze daar veel van geleerd. Ze ontvingen in het vervolg de zegen toch wel anders. Nou, vandaag, gemeente, ontmoeten wij een biddend en wachtend volk. Niet alleen de oudsten zijn daar aanwezig in het voorhof als vertegenwoordigers van het volk van Gods verbond Israël, maar ook toch veel meer het volk, de gemeente van Israël. En ze zijn daar biddend en wachtend op de zegen van de Heere. Op het brandofferaltaar was het offer, het zondoffer gebracht. Dat was het offer tot verzoening van de zonde. Dat moest eerst geschieden. En de vromen in Israël die beseften dat dat heen wees naar het offer waarin God zelf tot verzoening voor de zonde zou zorgen. Want hun offeranden voldeden uiteindelijk niet aan Gods eis, nog eer. Ze waren niet genoeg. Het moest steeds weer herhaald worden. Het wachten op dat eenmalige en volkomen offer van dat onbevlekte lam van God. En vervolgens werd dan het brandoffer gebracht van toewijding en overgave aan God. En de priester Zacharias, die was na het brengen van die offers door de andere priesters weliswaar in het voorhof van het heilige binnengegaan om het reukoffer te brengen. Hij was door loting aangewezen om op dat reukoffer altaar wierook te brengen, als een aangename geur voor God, als het ware. En er waren zoveel priesters dat iemand dat hoogstens eenmaal in zijn leven, in zijn priesterleven, kon verrichten. En ja, het kon dan ook niet na het 50ste geboortejaar. Want priesters die deden dienst van 30 jaar tot 50 jaar. Dus hij zal wel, omdat hij spreekt op dat hij op hoge leeftijd is gekomen, hij zal wel zo bijna 50 geweest zijn. Jongens en meisjes, er is een vraag bij, hè? Let nu maar goed op, want je kunt dat ook terugvinden. Ik heb de schriftlezing.
in de teksten erbij gezet. Als je thuis meeluistert, dan zoek je dat maar op. Maar wat was dat een vreugde en een hoogtepunt in het leven van Zacharias dat hij uitgeloot was. En dat hij deze dienst voor de Heere mocht vervullen. En wat daar binnen in het heilige gebeurde, daar wist eigenlijk niemand wat van. Niemand anders dan de priester mocht er komen. En dat was aan hen voorbehouden en dan ook nog niet aan iedere priester. Maar Zacharias was een geordend priester. Hij kwam uit een priesterlijk geslacht. Uit de afdeling van Abia. En Abia, ja, dat was heel vroeger, dat was de zoon van Eleazar. De zoon van Aaron. De hoge priester. En uit dat geslacht kwam Zacharias. En zelfs zijn vrouw kwam uit dat geslacht van Aaron. En ja, zo mocht Zacharias meedoen om uitgeloot te worden en zo dienst te doen in het heilige. En je leest verder ook nog dat hij en zijn vrouw bij de rechtvaardig voor God waren en dat ze onberispelijk wandelden in al de geboden en verordeningen van de Heere. Ze leefden heel nauwgezet. Hij mocht het heilige binnengaan om het reukoffer te brengen. En dat reukoffer, ja, dat was dan het zinnenbeeld van het gebed. En op grond van het offer van de verzoening, wat in het voorhof was gebracht, dat zondoffer, zou God dat gebed willen aannemen. Daarom eerst dat zondoffer. En het volk, ja, dat bad in het voorhof tijdens het uur van het reukoffer. Of hun gebeden, wat we straks zongen, hun gebeden gesteld mochten worden als reukwerk voor Gods aangezicht. En de opheffing der handen als het avondoffer. Ze baden of God de hemel wilde openscheuren en wilde neerdalen. Een indrukwekkend moment. O nee, ze waren gedurende dat uur niet aan het praten over onbeduidende dingen, maar eerbiedig geconcentreerd op de dienst. Om daarna, als de priester dan weer uit het heilige kwam, de zegen te ontvangen. Ja, die dienst die moet altijd met eerbied geschieden. Ook nu, de bediening van het woord, ook van de sacramenten. We moeten beseffen dat we een heilige God hebben. En nu hebben we gelezen wat er gebeurde in het heilige. De engel Gabriel is Zacharias verschenen met de boodschap dat zijn gebed verhoord is. En zijn vrouw een zoon zal baren. De voorloper en wegbereider van de Messias zal hij zijn. Zacharias die heeft uiteraard vaak gebeden of God de hemel wilde scheuren en wilde neerdalen in zijn zoon, Jezus Christus. En u hoort die, uw gebed is verhoord. Want uw zoon zal een voorloper zijn. En u kan dit niet geloven. Daarom gebeden. Nu kan hij niet geloven. Hij vraagt om een teken. Hij stelt de betrouwbaarheid van God ter discussie. Nou, dat is erg. En voor straf zal hij moeten zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat die aangekondigde dingen gebeurd zijn. En over het algemeen bleef men niet zo lang in het heilige. Maar zijn verblijf duurt toch wat langer dan normaal.
Het volk vraagt zich af wat er aan de hand is. En na het tens gebed wachten zij daar buiten in de voorhof eerbiedig op de zegen van God. En zeker alleen God bezit de zegen. Mensen kunnen daar niet over beschikken. Los van die persoonlijke band met God kunnen we die ook niet ontvangen. Maar God wil dan toch de zegen ook van Zacharias tot zijn zegen maken. Het is ook niet vanzelfsprekend om de zegen te ontvangen. Pas na het offer van de verzoening op dat brandofferaltaar en het voorhof en het reukwerk. Dat wees op het gebed in dat heilige mocht de zegen door de priester op de gemeente gelegd worden. En in die weg kon de Heere hun God zijn. En kon het volk zijn volk zijn. En de priester Zacharias, die was gerechtigd om die zegen op het volk te leggen. Ja, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadigd, de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Die woorden moesten dan gebruikt worden. O, wat zag dat volk er verlangend naar uit. Om een Gods bescherming te delen. Een Gods gunst te delen. En te weten dat er niets tussen zat, tussen God en hen. We treffen dus daar buiten in het voorhof een biddend en wachtend volk aan. Ze verwachten de zegen. Staan we er ook eerbiedig bij? Willen we ook dat beslist niet missen, dat moment? Ook als we thuis zijn? Dat we dan wel heel die dienst meemaken? Dat is eigenlijk een climax. Betekent het ook zoveel voor ons? Net als voor het volk en voor die dove man? Ja, en dan komt daar de priester aan. Eerbiedwaardige priester, in vol ornaat. Nu zullen ze de zegen ontvangen. En ze verheffen hun harten tot God om gezegend naar huis te gaan. Maar wat is dat? Hij kan niet spreken. Het zondoffer en het brandoffer is gebracht. Het reukoffer ook. Alles is gebeurd zoals God het heeft voorgeschreven. Toch komt er geen geluid uit zijn mond. En ze maken eruit op dat hij verschijning in het heilige gezien heeft. Voor heel het volk wordt het openbaar dat hij met stomheid geslagen is. Hij maakt wat gebaren tegen hen. Maar spreken kan hij niet. Hij kan die hoge priesterlijke zegen niet op het volk leggen. Het zou een hoogtepunt zijn om dit eenmaal te mogen doen. En nu wordt zo'n dieptepunt. Vanwege ongeloof aan het woord van God. Door de dienaar Gabriel uitgesproken, moet hij zwijgen. En voor het volk zou het een hoogtepunt zijn om de zegen te ontvangen. Maar het wordt eveneens een dieptepunt. Zonder de zegen moeten ze naar huis. Ja, je leest het in Leviticus 4. Als de priester gezondigd heeft, dat aan het hele volk schuldig staat. Wat een verantwoordelijkheid dragen we dan in de ambtelijke dienst. De gehele gemeente van Israël, die moet onder lijden. Onder die zonde van het ongeloof van de dienaar van de Heere. Grijp toch wel aan. Luister toch wel nauw. Zouden wij dat ook als iets heel ergs ervaren? En Zacharias is niet alleen stom, maar ook doof. Doof, stom. En terecht merkt u op dat we op die manier niet meer over doven spreken.
Want mensen die doof geboren zijn, die kunnen eigenlijk wel spreken. Ze hebben wel een spraakvermogen, maar ze hebben nooit iemand anders horen spreken. En daarom kunnen ze niet spreken. Het Christelijk Instituut Effata, dat probeert met veel inspanning doven toch te leren spreken. Mooi werk wordt daar gedaan. Sommigen leren zich dan ook nog verstaanbaar te maken. En anderen die zijn de gebarentaal machtig. En daarom spreken we niet meer over doofstommen, maar over doven. En toch noem ik Zacharias doofstom. Want hij heeft in het verleden wel kunnen horen. En wel kunnen spreken. Maar nu niet meer. In vers 62 van ditzelfde hoofdstuk, dan lees je immers dat hij gewenkt wordt door de mensen die bij hem in huis zijn. En ze maken hem met gebaren duidelijk dat hij moet weergeven wat voor naam dat kind moet krijgen. Hij is dus doof en stom, allebei. Heeft het woord van God door middel van de engel niet kunnen, niet willen geloven. En daarom met stomheid en met doofheid geslagen. Het is maar niet evenveel wat we met het woord van God doen. Ongeloof, dat is zonde. En zeker, Zacharias wordt nog genade gestraft. Hij hoeft niet voor eeuwig te verstommen. Hij zal later, als hij de naam van het kind wat geboren wordt opschrijft op dat schrijftafeltje, en dan zal hij zelfs God mogen loven en prijzen. En hij zal zelfs eeuwig mogen zingen van Gods goede tierenheid. Er wordt immers gezegd dat hij niet zou kunnen spreken, maar dat hij moet zwijgen tot de dag dat de dingen die aangekondigd zijn, vervuld zijn. God straft hem, maar naar zijn zonde niet. En deze doofstomheid, dat is tegelijkertijd, gemeente, ook een profetie van die grote hoge priester. Want het einde van de priesterstand wordt aangekondigd. Die was onvolkomen. De priesters in Israël konden uiteindelijk het offer niet brengen tot verzoening van de zonde. Dat wachtte op die grote hoge priester. En nu is hun gebed om de Messias is verhoord. Toch gezegend. Want het kind dat Elisabeth zal baren, dat zal de wegbereider van hem zijn. En die grote hoge priester komt. Een hoge priester die tegelijkertijd het offer van zijn leven brengt. Hij zal priester en lam tegelijk zijn. Zo'n hoge priester, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. De voleinder van het geloof. Op hem zal Zacharias zoon mogen wijzen. Zie, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En als dan ook op Goede Vrijdag het avondoffer gebracht wordt in het heiligdom en in het heilige het reukoffer geofferd wordt, dan sterft Jezus aan het kruis. Met de woorden, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
Het offer tot verzoening van de zonde is gebracht. Het is genoeg. Volkomen. Hoeft nooit meer herhaald te worden. En wat gebeurt er? Het voorhangsel, dat gordijn. Wat het heilige van het heilige der heiligen scheiden, dat scheurt van boven naar beneden. De toegang tot de troon van God wordt geopend. Het is een troon der genade. Op grond van dat volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En zijn geest wordt dan door de Vader bewaard tot de dag van de opstanding. En wij zijn nu bezig, gemeente, aan het begin van het evangelie. Maar wat lezen we? We hebben het straks gelezen aan het eind van het evangelie. Dan leidt Jezus zijn discipelen uit Jeruzalem tot Bethanië. En dan heft hij zijn doorboorde handen op en zegent hen. En terwijl hij hen zegent en van hen scheidt, wordt u opgenomen in de hemel. Met zegenende handen. Daar is hij. Jezus Christus. Die grote hoge priester. En toen Aaron tot priester gewijd werd. Je leest ervan in Leviticus 9. Toen kwam die ook uit het heilige. En toen mocht hij ook de zegen op het volk leggen. Het offer was gebracht. Treukoffer in de tabernakel toen ter tijd. En hij mocht de zegen op het volk leggen. En dat volk dat juichte en wierp zich ter aarde. En wat lees je ook dan daar in Bethanië, ter Olijfberg? De discipelen worden gezegend. En in hen de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En zij werpen zich ter aarde. Ze aanbidden hem. Ze zien ook de heerlijkheid van de Heere, die ook verscheen toen Aaron tot priester gewijd werd. Zij zien ook de heerlijkheid van de Heere. Die is in Jezus Christus verschenen. En een heerlijkheid, vol van genade en waarheid. En ze mochten met blijdschap naar Jeruzalem wederkeren. God loven en prijzen. Er wordt dus alles geconcentreerd, gemeente, op die ene. Op die ene hoge priester. Ja, daar wordt hier eigenlijk in het begin al van gesproken, al van geprofeteerd. Doordat Zacharias niet kan zegenen. Die kan er ook niet aan voldoen. Zelfs ongelovig geweest. Maar toch worden de hemelen gescheurd. Is die grote hoge priester neergekomen. Om zijn werk te volbrengen. En nu is hij in de hemel en daar leeft hij. Om daar ook ons te zegenen. Om het daar ook duidelijk te maken. Aan ons hier, ik ben met u. Alle dagen tot de voleinding van de wereld. Toch gezegend. De discipelen mochten gezegend Olijfberg verlaten. Met grote blijdschap voortgaan. God loven en danken. Op grond van dat offer van die grote hoge priester. En op grond van dat gebed. Wat hij daar bidt voor de troon van God. Wat hij pleit. Altijd pleit. Voor degenen die door hem tot God gaan. Daarom mag die naam, die drie enige naam van God. Ook op de gemeente gelegd worden. En mogen ze ermee naar huis gaan? Of mogen ze ermee verder gaan, ook in de huiskamer?
Zwijgen de priesters maar. Het spreekt van grote dingen. En dan tenslotte, gemeente, zien we ook een zingende vrouw. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren dat hij naar huis ging. Priesterlijke dienst heeft hij nog mogen vervullen, nog een week. Eigenlijk kon het niet meer, want er mocht niets aan een priester mankeren. En hij had niet geloofd. Maar God heeft nog in zijn genade op grond van het offer aan hem gedacht. Maar onderweg naar huis kan hij de lofzanger van Israël niet zingen. Hij is stom. Hij kan er met niemand over spreken wat voor grote dingen er toch gebeurd zijn. Hij is doof en stom. En dan komt hij thuis. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik zie Elisabeth als het ware in de deuropening staan. Hoe is het geweest, Zacharias? Hoe is het gegaan? Maar wat is dat? Hij kan er niet horen. En hij kan niet zeggen. En ze ziet zijn ontstelde gezicht, maar ja, ook weer stralend van blijdschap. Wat is er toch gebeurd, Zacharias? We zouden ons al ongerust maken, we zouden 112 bellen, want misschien wel een herseninfarct. Maar op de een of andere manier heeft Zacharias het toch duidelijk weten te maken. Misschien ook wel door middel van dat schrijftafeltje. En wat doet Elisabeth? Ze gelooft haar man. Haar man was ongelovig. Ook al had hij de boodschap gehoord van een engel van God. Die voor God stond. Ja, van de boodschapper moeten we het maar niet verwachten. Maar wat doen wij met de boodschap? Deze vrouw gelooft. Ook al ziet ze dat haar man door God geslagen is. Ook al kan hij het haar niet vertellen, maar moet hij gebruik maken van een gebrekkig middel, een schrijftafeltje. En zij geeft zich eraan over. Net als Sarah in de tijd. Die had het ook niet uit de mond van God gehoord dat Abraham moest gaan. Zijn land moest verlaten, zijn familie moest verlaten. En dat hij moest gaan naar het land dat God hem zou wijzen. En dat God hem tot een groot volk zou maken. Dat hij zou delen in die zegen, die grote zegen. En zij heeft het geloofd. O, zeker later, toen ze het wel uit de mond van God zelf hoorde. Toen heeft ze erom gelachen. Maar eerst niet. En wij horen het ook, het woord van God, het mond van jullie vader en moeder. O, het woord van God, het mond van de meester en de juffrouw. Het mond van de dominee. En als we de Bijbel lezen. En dat is niet minder het woord van God dan dat Gabriel het zei. Of Zacharias. Elisabeth, die geeft zich eraan over. Die gelooft het. En we lezen het dat ze na die dagen bevrucht wordt. God is een waarmaker van zijn woord. En ze verbergt zich 5 maanden. En ze deelt lief en leed met haar man. Ja, als ze er naar buiten getreden was, wat zou ze dan toch ook weer heen en weer geslingerd zijn? De mensen die zal daar misschien niet geloofd hebben. Er werd immers vermeld dat zij onvruchtbaar was. Zo stond ze bekend. En de mensen zeiden, het ligt aan haar. Ze kan geen kinderen krijgen. Dan dacht men in die dagen, ze zal wel wat op haar geweten hebben.
God straft haar en nu kan ze niet meewerken aan dat heilsplan van God. Naar de komst van die Messias toewerken. En nu is ze te oud om kinderen te krijgen. Nu zal ze ook wel zo rond de 50 zijn. Nu kan het niet meer. Nou, wie geloof je dan nog als je zo bekend staat? Dan zeggen de mensen toch, je moet je maar niets inbeelden hoor. Je moet je maar niets wijs laten maken. Ze verbergt zich 5 maanden. Het zal stil geweest zijn in dat huisje van Zacharias en Elisabeth. Want die man kon niet praten. En zij behoeft niets tegen hem te zeggen, want hij hoort het niet. Maar ze zingt. Ze zingt haar lofzang. Het blijkt niet stil te zijn. En straks als de moeder des Heren bij haar komt, Maria, dan zingt ze haar tweede lofzang. Ik heb een opdracht meegegeven aan u en aan jou en degene die thuis zitten, jongens en meisjes en vaders en moeders. Want wij zingen dan die lofzang van Elisabeth niet zo, maar er is wel een berijming van. Dezelfde melodie als van de lofzang van Maria. En die kun je zingen. Als het goed is, dan heb je die voor je. En die moeten jullie straks maar eens zingen als gezin, of als echtpaar, of misschien alleen. Want die is toch rijk. Ook die lofzang van Elisabeth. Ze zingt, een zingende vrouw. Ja, Zacharias die is stil, kan niet spreken. Het ongeloof doet zwijgen. Maar het geloof doet zingen. Dat merk je hier. En wat horen we uit haar mond? Zo heeft het met de Heere gedaan. Het is aan de Heere te danken. Hij heeft verhoord wat ik gebeden heb. Hij komt. Ja, niet mijn kind alleen. Maar hij, die grote hoge priester. Zo heeft de Heere mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft. Waarin hij mij aangezien heeft. Ze beseft het als een aangezien worden door de Heere. Acht op haar geslagen. Wie mij veracht. God wou me niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit ellende riep naar omhoog. Inderdaad, bij de mensen veracht als onvruchtbare. Ze telden niet mee. En ze dachten en ze zeiden het ook wel, ze heeft geen heil bij God. Maar de Heere, die heeft acht op haar geslagen. Dat heil is in zijn hand. Hij heeft me gezien. Was dat groot? Heeft God de eer? Daar laat de Heer het op uitlopen. Om mijn smaad acht op mij geslagen. Om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Wat heeft ze eronder geleden dat zelfs haar familie en vrienden zeiden, ik kan het ook niet anders zien, Elisabeth. Maar je krijgt geen plaats in de toekomst met zijn volk Israël. Je valt er buiten. En nu zegent de Heere haar. En hij behoedt haar. De Heere doet zijn aangezicht over haar lichten. En is haar genadig. En de Heere geeft haar vrede. Hij maakt het goed. Ze mag toch gezegend worden en gezegend zijn. O nee, haar man, de priester heeft haar niet kunnen zegenen. Maar die grote hoge priester komt. En daardoor zal ze toch gezegend zijn. Hij is de bron van de zegen. En de smaad wordt onder de mensen weggenomen. Hij heeft genade.
en eer gegeven. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Voelen wij ons ook zo gezegend door hem, gemeente? En zeggen we het, hoor, wat mijn God dit ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest door de Heere, aangezien. Hij heeft acht op mij geslagen. En dan wordt het na 5 maanden zichtbaar wat voor een wonder de Heere gedaan heeft. En dan gaat ze zich vertonen aan de buitenwereld. God verlaat niet wat zijn hand begon. Hij gaat door zijn woord en geest ook steeds meer duidelijkheid geven. En we beleven het, ik onwaardig. Maar door God aangezien, hij slaat toch schoon oneindig hoog op. En ons het oog die nederig knielen. Ook haar gebed verhoort. Ja, dat werkt, dat is door Gods alvermogen, door zijn Heere hand alleen geschiet. Wat een dagen. Het zijn de dagen die door de Heere gemaakt zijn. En dan moet hij ervoor groot gemaakt worden. En ze is vol blijdschap en looft en dankt God net als de discipelen. Toen ze Jezus zegenend zagen zien heen varen, die grote hoge priester. Toen ging ze ook God loven en danken in het heiligdom. En zo ook Elisabeth, ze looft en dankt God. En zo mag ze haar weg vervolgen onder die zegenende handen van hem. En zo mogen wij ook onze weg vervolgen hier in de kerk. Af als we thuis op de bank zitten of in de stoel. Onze weg vervolgen onder die zegenende handen van hem. Van wie ook in dit gedeelte geprofeteerd wordt. Amen. Laten we nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 84 en daarvan het 6e vers. Want God, de Heere, zo goed, zo mild, is alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en eer geven. Dat gaf hij aan Elisabeth. Genade en eer. Het 6e vers van Psalm 84. Thank you.
Gemeente, laten wij samen danken en ook voorbeden doen. We gedenken de zieken, mevrouw van Schaik onder andere, buitenhuis. Die is ernstig ziek en haar situatie gaat langzaam achteruit. Mensen ook in het verpleeghuis. En alleenstaande ouderen, inclusief degene van wie de man of vrouw is opgenomen in een verzorgingshuis. En ook broeder Van der Zwam in verband met zijn verkiezing tot ouderling. Laten we samen bidden. We mogen u hartelijk danken, Heere, voor alles wat u ons geschonken hebt. En dan wel bovenal die onuitsprekelijke gave in uw Zoon Jezus Christus die u gegeven hebt. Tot een offer voor de schuld. En daar mag alles heen wijzen. De hele schrift die wijst naar hem. We mochten dat ook vanmorgen weer horen. Ook die situatie al in het heilige waar Zacharias het woord hoorde dat zijn gebed verhoord was. Dat de hemel gescheurd zou worden. En die grote hoge priester zou komen om te zegenen, om het offer te brengen. En op grond van dat offer en dat gebed ook te kunnen zegenen. Met ons te kunnen zijn, alle dagen tot de voleinding van de wereld. Heere, mogen wij dat er ook in opmerken. En dat dat zo rijk en zo heerlijk voor ons is, dat we zo vol zijn van hem. Dat we toch gezegend naar huis gaan en gezegend mogen leven onder die zegenende handen van hem. Heere, we bidden u of u zo dan ook het woord met ons wilt meegaan. En of u het krachtig wil laten werken in onze harten en in onze levens. Wilt u ook nog een goede en gezegende dag geven. Ook als er nog andermaal samengekomen wordt onder het woord van u. Sterk ook hem, die dan ook de dienst mag vervullen. Wij bidden u voor de gemeente, voor de ambtsdragers, voor de leidinggevende, voor de kosten, voor de organisten, voor de predikant, dominee Van Zetten. U hebt ook hem hier een plaats gegeven. En het is best moeilijk om in deze tijd een begin te maken in de gemeente. Daar zal hij ook wel mee geconfronteerd worden. Maar wilt u hem de kracht en de moed geven om te kunnen volharden in de bediening van het woord en van de gebeden. En om de gemeente ook te bearbeiden in de pastorale zorg. Heere, geeft u hem alles wat nodig is. En ook aan zijn vrouw en kinderen. En wilt u hem tot een rijke zegen stellen. Onder die zegenende handen van hem, die grote hoge priester. Heere, we bidden u voor de zieken in de gemeente. Mevrouw van Schaik buitenhuis, die langzaam achteruit gaat. Heere, geeft u dat ze ook het oog maar gericht mag hebben voortdurend op hem die voorgaat. Die dwars door de dood en het graf is heen gebroken en die leeft tot in alle eeuwigheid. Om, Heere, in hem geborgen te zijn. En zich vast te klampen aan die vaste en zekere woorden van u. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zal gaan. Maar eeuwig leven zal hebben. En wilt u dat ook geven aan de andere zieken? Ook aan de ouderen die misschien wel eenzaam zijn. Maar dat ze toch mogen weten, ik ben niet alleen. Want hij zegent mij, die gekomen is. En die zijn handen zegenend uitbreidt. Heere, wilt u hen daarmee vervullen? Dan kan het toch goed zijn, ook al nemen de krachten af. Gedenk ook aan anderen die in verpleeghuizen verblijven, in zorgcentra. Ook als er scheiding moest ontstaan, daardoor tussen man en vrouw bijvoorbeeld, ouders en kinderen. En ook degene die in verpleeghuizen verblijven, soms geen bezoek of heel weinig bezoek mogen ontvangen. Sterk ze. Ook in deze coronatijd,
geeft u aan alle die een belangrijke taak hebben te vervullen, met name ook in de medische zorg, kracht en ondersteuning om het te kunnen doen. We zien het weer zo toenemen, de dreiging van het virus. En wij zijn zulke kwetsbare mensen. O God, breng ons op de juiste plaats, ook als volk. Dat we tot bezinning komen. Dat we door de knieën gaan. En dat we het aan u vragen, wat wilt u er mij door leren? En Heere, dat we komen bij die troon der genade die toch geopend is in Jezus Christus. Heere, wilt u met ons allen zijn, ook met de overheid die leiding moet geven, landelijk en plaatselijk en provinciaal. Geeft u ze kracht en wijsheid. Ook zulke zware taken die zij dragen. Wilt u zijn met allen die onderwijs geven op scholen. Die het ook zo anders moeten doen vaak dan normaal. En als er op school ook zoveel uitval is vanwege ziekte. Geeft u, Heere, hen alles wat nodig is. Ook de ouders met kinderen. En ook de jongens en meisjes als ze dat toch ook meemaken. Al zo lange tijd nu al. Zo'n groot deel van hun leven al. Dat zijn zulke bijzondere omstandigheden leven. Mag het hen toch vormen. Dat we dwars door alles heen mogen merken. U regeert. En u houdt vast. En gedenk ook aan uw verbond en aan uw woorden. Heer, gedenk ook aan broeder van de Zwam die verkozen is tot ouderling. Och, Heere, wie u roept vanuit de hemel, wie zal ik zenden? Mag het dan zo zijn dat u die stem ook mag horen. En het mag uitspreken, hier ben ik, Heere, zend mij heen. Wij bidden u dat om Christus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 134. En daarvan vers 2 en vers 3. Psalm 134, vers 2, heft uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. En het derde vers van Psalm 134.
Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.